Ik ben Nathalie en ik zit in het jonge juryboekgenootschap. Freerun van Annemarie Bon is de leestip van Lucas. Ja, Freerun gaat over Wart die met zijn Venezolaanse moeder in Nederland woont. Alleen officieel bestaat hij niet. Wart is namelijk staatloos. En als zijn moeder op een dag wordt opgepakt en uitgezet, dan heeft hij natuurlijk een probleem. De enige die hem kan helpen is zijn vader. En hij besluit op zoek te gaan naar zijn vader. Hij leidt een dakloos bestaan, is constant op de vlucht voor de politie. En gelukkig kan hij zich uitleven in freerunnen, want alleen dan voelt hij zich even vrij. Weet je wat Lucas het liefste zou ontmoet hebben uit het boek en wat hij hem of haar zou vragen? Hij zou de vader van Wart wel graag willen ontmoeten en dan willen vragen waarom hij zo raar deed tegen zijn eigen zoon. Oh, oké. En wie zou hij zelf het liefst willen zijn uit het boek? Ja, Lucas heeft grote plannen, want hij wil het hoofdpersonage Wart zelf zijn. Want hij maakt veel spannende dingen mee en moet ook moeilijke dingen doen, zoals hij moet helemaal in zijn eentje naar Den Bosch gaan fietsen. Ja, oké. Hey, en kun je me uitleggen waarom Freerun een leestip is, waarom het zo'n goed boek is? Omdat je heel graag wilt weten hoe het afloopt, niet alleen met Wart, maar ook met zijn familie en vrienden. En je wilt weten waarom Wart's vader dus uiteindelijk zo raar deed en voor wie alle hints komen. Ah, dus je bent niet alleen geïnteresseerd in het hoofdpersonage, maar ook in andere personages. Oké, duidelijk. Hey, heel erg bedankt Nathalie voor je heldere uitleg. Geen dank.